Peter R. de Vries was altijd ontzettend op zijn privacy gesteld, maar na zijn overlijden heeft zijn vriendin Tamina Akevi allerlei zeer intieme momenten uit hun privéleven naar buiten gebracht. Zoon Royce, ex-vrouw Jacqueline en broer Wouter lieten duidelijk blijken dat ze daar niet blij mee waren. "Ik laat dat in het midden," zei Wouter diplomatiek. Wat vindt Tamina van de kritiek dat ze in haar documentaire op NPO 1 te veel heeft gedeeld over Peter als privépersoon? Er zijn altijd veel details van Peters privéleven naar buiten gekomen, ook heeft hij zelf veel gedeeld. Over zijn kinderjaren bijvoorbeeld, over de open relatie met zijn ex-vrouw, verweert ze zich in het AD. Peter had het volgens Tamina helemaal niet erg gevonden. "Onze relatie wilde Peter heel graag met de wereld delen. Hij was zelfs van plan om er samen met mij een boek over te schrijven. Het op die manier te vereeuwigen." Tamina merkt toch zelf ook wel dat de nabestaanden van Peter helemaal niet blij waren met haar ontboezemingen? Hebben zij officieel gereageerd dan? "De roddelaars hebben geprobeerd een ruzie uit te lokken tussen ons, maar dat is falikant mislukt," stelt ze. Ze besluit, de relatie is zoals het zou moeten zijn, maar de verbindende factor Peter is wel weg. Wanneer we elkaar zien is het altijd respectvol. Yvonne Koldewijer verklapte recentelijk dat er dirt over Tamina op de plank ligt, maar dat ze nog even wacht op het goede moment om daarmee naar buiten te treden. "Ik sta er zeker voor open om het ooit naar buiten te brengen. Het is een belachelijk verhaal."